for the long way round. Two bottle whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow. What do you say? When I'm gone. When I'm gone. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone. When I'm gone. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. Hallo mensen. Leuk dat jullie weer kijken naar Crazy Music. Vorige week ben ik aan het koken geweest en dat was een heel groot succes. De saucijse broodjes waren heel lekker. Nu, vandaag ga ik het weer over iets heel anders hebben. Vandaag ga ik een treinreis maken. En waarheen? Naar een van mijn beste vriendinnen die ik heb. Ik neem haar mee uit eten, omdat ze me meer dan een jaar geleden heeft gesteund in een tijd dat ik het heel moeilijk had. En daar wilde ik haar officieel voor gaan bedanken. En niet door bedankt te zeggen, niet door een bos bloemen te geven, niet door een kaart te sturen, maar door haar gewoon mee uit eten te nemen. Het is al meer dan een jaar geleden dat ze me zo goed gesteund heeft, maar het is nooit te laat om iemand te bedanken. Dat is dan tenminste mijn mening. En dan pak ik gewoon Nou, op een hele gezellige tapasavond. Ja, dankjewel. In regenachtig Den Bosch. Inderdaad, ja. Als de zon niet schijnt, dan gaan wij gewoon op een zonnigachtig plekje zitten. Lekker picknicken. Ja. Met aardbeien en chocola. Wel. Even kijken, wat ben ik aan het eten? Gerookte eneborst met frambozendressing. Mm. Neem eens een hap. Is het lekker? Mm. Kijk hoor, hier is mijn vork. Kijk, die Elze die gaat iets aan het prikken door het biertje heen. Is wel lekker hoor. Heerlijk. Kijk eens aan daar, kaaskroketten. Ja, zeker. En dit was voor een boze dressing, toch? Of niet? Ja, dit toch, wat er daarop zit. Oh ja, dat is ook wel was. Nee, nee, ik heb geen wel. Nou, dat is wel lekker. Wij eten hier de buik wel rond, zie je maar. Ja. Proost. Proost. Nou,
als het goed is, wordt ons volgende tapas weer bezorgd. Ja, heerlijk. Ik ben benieuwd wat we dadelijk weer voor iets krijgen. Jij hebt garnalen besteld? Ja, zeker. Daar hou ik heel erg van. En dat andere ding wat ik heb besteld, ben ik vergeten. Dus dat is wel leuk. Af en toe is het wel leuk dat ik zo vergeetachtig ben, want dan word ik af en toe nog wel eens verrast. Je weet het echt niet meer? Nee, ja. Niet van koude, niet van vlees. Ja, wel vlees, ja. Want ook ik vlees. Wilde surf en turf. Ik wilde vis en vlees. Dus daar weet ik wel dat ik iets van vlees had. Maar wat? Nou, we gaan het zo zien. Ja. Zo. Nou, je hebt garnalen met wat voor saus? Knoflook. Oh ja. Moet je dan het hoofd er nog afhalen of is die er al af? Nee, kijk, want hij heeft heel mooie ogen. En daarmee kijkt hij je aan. Ah, bah, wat voor heel. En dan zal ik eens eventjes uitleggen hoe dat je professioneel garnalen eet. En dan haal je die kop eraf. Dan zuig je de hersens eruit. Gatver. Er zit heel veel fosfor in. En dan pootjes. Wil je ook nog eventjes sabbelen? Zo. En dan ga je bellen. Oké. Kijk, als je dit opeet, die schil, dan krijg je buikpijn. Dus die moet je wel eraf halen. Dus dat is die goed voor je maag, gelijk bedankt. Nee, want dat heb ik wel eens opgegeten, maar toen zat ik heel de nacht op het toilet. Dus. Oké, dus dat is het. Dat doe ik maar niet meer. En sommige mensen die zeggen dan dat je het darmpje moet verwijderen, maar zo moeilijk doe ik niet, ik doe gewoon zo. Even kijken, ik heb hier tomaatjes met mozzarella. Ja. Is het lekker? Ja, lekker knapperig. En dit is varkenshaas. En die was van jou? Ja, maar daar mag je ook gewoon van eten, want mij maakt het helemaal niet uit. Oh ja, dat was heel lekker, ja. Met honing eromheen, geloof ik. Ja. Deze is wel lekker hoor, die moet je wel proberen. Ja. En nou moet je weer een keuze maken van wat je wil. Ja, ik ga nummer 28 nog een keer bestellen. Dadels met spek. Ga je iets nieuws proberen of ga je iets nog een keer bestellen? Ik heb hele lekkere dingen op, maar ik ga toch weer iets nieuws proberen. En want er staat namelijk zoveel op de kaart wat ik lekker vind. Ik zou alles wel lusten, maar dat gaat niet. Want ook al is het hier onbeperkt, dan zou zelfs mij maar dat niet meer aankunnen. Nee, inderdaad. Nou, het smaakt ons heel goed, want onze borden zijn gewoon leeg. Dus het is gewoon geitenkaas. Ja, geitenkaas met honing. Even kijken naar de honing. Oké. Ja, het
werd bij mij neergezet, maar ik dacht, ik heb het helemaal niet besteld. Nee. Wel verrukkelijk. Ja. Kijk, er zijn die lekkere dadeltjes. Jee. We hadden ze al een keer besteld, maar ze waren zo lekker. Ik denk, ik bestel ze gewoon lekker nog een keer. Ja. Maar dat zijn die dadels, hè? Die dadels die maken het heel zoet en omdat ze warm zijn, dan dan smelt dat in die spek ook. Ja, ik dacht dat het honing was wat het zo zoet maakt. Ja, die dadels. En, want, maar als die koud zijn, dan zijn ze wel harder. Maar nu zijn ze lekker een beetje gesmolten. Ja. Oké. Ik heb hetzelfde weer besteld, wat waren het nou? Eendenborst. Oh ja, met frambozen dressing. Ja, dat was het. En ik heb hier paprika's met gehakt en een lekker saus. Lekker proberen. De hoeveelste ronde is dit nou? De derde, de vierde of zo? Ik ben het zelf kwijt. Maar we kunnen gewoon lekker door blijven eten. Dus wij vermaken ons hier wel in Den Bosch. Ja, ik denk dat dit de derde ronde is, denk ik. Oké. Ja, ja, klopt ja. Want er lagen vier veeltjes. En nu ligt er nog één. Maar we kunnen gewoon door blijven gaan, hoor. Ja, lekker onbeperkt, lekker breed. Ja. Nou, maar dit ziet er wel heerlijk uit. Nou, na het einde komt natuurlijk al op de rekening, want ja, wat verwacht je anders? Het is een lekkere lolly. En deze rekening, die hoef ik niet te betalen, maar ik weet dat het hier zeer betaalbaar is. Echt die filmsterren, die maken gewoon dan in één keer zo hop die lolly open. Maar ja, ik ben geen filmster, dus ik ben aan het prutsen nou. Van, hoe maak ik nou die lolly open? Oh ja, zo. Filmsterren, die gaan dan ook heel sexy likken aan de lolly. Maar ja, ik heb hier gewoon mijn bril op en ik zit gewoon met etensresten en zo en een plekmoe. Nou, dat valt best mee. Ik gewoon zo. Aan de lolly likken. Ja. Gewoon omdat het leuk is.